Je kunt wel zien dat de laatste tijd het veel geregend heeft. We hebben van de Archivium de graslandkalender binnengekregen. Goed, je kunt wel zien dat de laatste tijd het veel geregend heeft. Het heeft laatst gevroren, dus er zit een klein laagje ijs bovenop. Ik kwam eigenlijk naar het land om modderklemmen weg te halen. Kijken als er wat in zit, maar ik loop hier gewoon door het water heen. En dit is de eerste. Hij is afgegaan. En mis. Er zit wel een hele bult water ook in. Ik had er maar 3 volgens mij, jammer genoeg. Maar dan leg ik ze nu in een ander land neer. Deze pink heeft gekalfd, dus ze krijgen nu een halsband voor de robot en dan mag ze zo naar de robot toe. Goed, we zijn weer een stukje verder in de melkstal. En hier aan de zijkant staan de ijzeren palen waar de melkglazen aan zaten. En we hebben ook al wat houten planken van de zijkanten kunnen halen. Maar we zijn nog lang niet zover dat alles er is. Hieronder loopt ook nog de melkleiding. Die gaat helemaal rond en die komt dan hier uit. En die gaat via 2 mantelbuizen naar de andere kant toe van de muur. En daar staat dan de grote opvangglas die dan de melk pompt naar de melktank toe. En de waterleiding loopt ook hier onderdoor. Op de tekening was eigenlijk de bedoeling dat de koeien vanuit de robot achter deze muur dan een stukje rechtdoor gaan en dan naar buiten. Alleen dat past niet zo heel goed, omdat hier staat een spand en dan gaan ze met de heup tegen de spand aan. Dus wat ons idee nu eigenlijk is dat de koe eerst rechtdoor komt, dus dan moet die muur er eigenlijk eerst uit. En dan hier gaat ze de bocht om en dan gaat ze rechtdoor naar buiten toe. Hier komt dan ook nog een selectiepoort van naar buiten of naar het stalhok. Deze koe is net klaar, dus zo kan ze dan terug de stal inlopen. Maar toen we bezig waren met de verbouwing van de robot, kwamen de koeien hier tussen. En toen merkten we al dat de koeien met de heup hier tegenaan lopen. En dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Dus hier zit al een selectiepoort. Hier gaan ze dan rechtdoor en dan willen we ze dus door de muur heen laten gaan en niet meer hier voorlangs. Wat hierboven staat is eigenlijk de oude vacuumsysteem. Dan had je aan beide kanten had je maar 1 pulsator hangen, die staat daartussen. En dan, die deed dan voor alle melkstellen, zeg maar, de vacuum regelen. Later gingen we de melkstal wat uitbreiden en wat vernieuwen en toen kwam er bij elk melkstal een eigen pulsator. En dus was deze overbodig en hij hangt hier in de weg, dus hebben we zo daar laten hangen. Maar dat was dus het oude systeem en het nieuwe systeem hangt er ook nog. Elk melkstal heeft een eigen pulsator en die is daarboven nog.
alle bekertjes zitten er weer in, dus dan kunnen we gaan monsteren. Als het goed is, moet hij het nu doen. Dus ik ga even wachten op deze koe om te kijken of hij het goed doet. Er staat hier wel een melkmonstertje. Dus kijken als hij het flesje ook goed vult. Goed, hij moet nu, als het goed is, bijna klaar zijn. Nog één speen. En dan gaan we zien als hij goed in het bekertje loopt. Hij is nu klaar. En dan moet hij, als het goed is, ook nog even borrelen dat de melk goed gemengd is. Oké, goed. Hij doet het nu wel. De eerste keer ging een beetje verkeerd. Er kwam te veel melk hierin en dan stroomt het over. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben hem precies weer hetzelfde eraan gedaan. Zoals de eerste keer. En nu doet het wel. Dus soms is het een apart geval. Dan snapt hij het niet. En dan doe je het opnieuw en dan snap je het wel. We hebben van de Archivium de graslandkalender binnengekregen. Hier schrijf je op wat je allemaal op het land gaat doen, dus van bemesten tot aan het maaien. Hiervoor hebben we hem eigenlijk nooit gebruikt, maar nu wil ik hem wel gebruiken zodat we volgend jaar terug kunnen kijken op dit jaar van hoe het verlopen is. En dan kan je proberen om het beter te doen. Zo is hij helemaal uitgevouwen. En dan moet je aan het begin opzetten welk perceel en hoeveel hectare die is. En je kan ook makkelijk invullen hoeveel mest en kunstmest je gebruikt op welk perceel. En hier staan dan, staat van maart tot met oktober. En dan hier staat dan totaal per hectare. En ik heb ook een keer op een stage gezien, die hij schreef ook de millimeters op per dag of per maand. En dan kon hij ook mooi zien hoe droog dat jaar het was. Tot nu toe is er dus nog niks gebeurd op het land. Maar ik kan al wel vast de percelen opschrijven en de aantal hectares.
Maar ik ga nu eerst de tepelvoering vervangen, omdat ik weer een attentie heb gekregen.